We bevinden ons hier in het Hof van Coulin. Dit is het hart van de aspergestreek. Aspergeteelt is een kwaliteitsproduct dat bekomen wordt door noeste arbeid, doorzettingsvermogen. En dat zijn eigenlijk de eigenschappen die we wensen terug te zien in onze medewerkers. En deze medewerkers maken eigenlijk dat de bedrijven hier langs de Rijksweg zo succesvol zijn. Ik ben Koen Strobbe en ben general manager van de productiesite Alcon Novartis in Puurs. Alcon is een van de divisies van Novartis. Wij zijn een productiesite van Novartis. We maken hier oogdruppels, ook salven en ook viscoelastics. We maken bovendien ook custom packs. Dat zijn chirurgische pakketten die we gebruiken tijdens cataractoperatie. Novartis heeft de voorbije jaar fors geïnvesteerd in deze productiesite. We hebben een totale investering van meer dan $100 miljoen over de laatste 4 jaar. De hoofddoelstelling is om eigenlijk hier een productiesite te maken die in staat is om biologische producten in spuitvorm te produceren. De eerste stap van dat proces was eigenlijk een nieuw analytisch lab dat ook eigenlijk de capabiliteit heeft om biologische producten te analyseren. Al deze investeringen hebben geleid dat wij een e-isolator afvallijn hebben geïnstalleerd. Wij maken meer dan 220 miljoen oogdruppels. We zitten hier in het hart van Vlaanderen en Vlaanderen in het hart van Europa. We zijn een exportgedreven bedrijf. 98% van onze productie wordt eigenlijk geëxporteerd en we leveren naar 155 landen. Dus vanuit een distributiestandpunt zijn we perfect gelokaliseerd. We kunnen direct naar de haven, we kunnen direct naar Brussels Airport. En dat zijn eigenlijk de troeven die wij hier hebben. Just come and see en u zult aangenaam verrast zijn. Wij verdienen deze trofee omdat het past in de visie en de missie van ons bedrijf. De zorg voor het herstel en het behoud van een van onze belangrijkste organen, ons oog.